Dit is mijn cadeautje, hè? Dit is jouw cadeau, ja, naar Antwerp. Wat gaan we... Jij hebt allemaal dingen geregeld? Ja, toch. Ik dacht dat jij allemaal dingen had geregeld voor mij. Ja? Ik ben toch jarig? Ja, dat is waar, liefje. Maar ik wil je dat jij zelf dingetjes uitkiest. Dit is wel lekker, trouwens. Voor het eerst in mijn leven dat ik alleen een koffertje meeneem in plaats van een grote rugtas. Ja, ja. Dat heb ik nog niet gezien. Dat misschien heb je dat hier zitten. Kadoing. Doe eens even normaal, gek. Ik heb het idee dat het heel erg hard waait buiten. Zo irritant. Dus dachten we, eindelijk is het leuk weg te gaan zonder camera. Neem ik alsnog de camera mee. Oma Michael komt je even bekijken, hè? Hé, hey, ze hebben daar natuurlijk ook een dinges. Uniqlo. Hallo, we gingen toch dit doen? We moeten draaien. Oh, dat heb ik niet gezegd. We zijn mensen aan het belachelijk aan het maken. Dat kan echt niet, schat. Dat zijn we niet aan het doen. Jij moet jezelf aan het belachelijk maken. Zin in? Ja. Wat is de reden eigenlijk dat we nou zo graag naar Antwerpen gaan? Ja, we vinden het gewoon een leuke stad, toch? Ja. Gewoon niet te groot, maar ook niet te druk. Met mijn ouders gingen we ook best wel vaak erheen. Ik denk wel minimaal 1 of 2 keer per jaar. En nu doen wij dat eigenlijk ook, toch? Maar goed, we hebben eerste klas ticket weer. Want dat vinden we lekker toch. Waarom zeg je dat zo geheimzinnig? Ja, ik weet niet. Het voelt alsof het iets geheimzinnigs is. Alsof je iets doet wat niet mag. Ja, ja, ja. Maar ja, ik heb ik wel... Ik heb ook weer een colaatje genomen. Ja, zoals niet, toch? Maar dat is niet, dat is geen shocker meer, hoor, meid. Voor mij wel. Oh, voor mij niet. Nou, niet goed meer erop, joh. Oh, nu gaat-ie. Wat vind je hiervan, van deze dopjes? Nou ja, die mening heb ik volgens mij al een keer geuit, dat ik ze echt heel kut vind. Ja. Oh, dat kan ik niet meer herinneren. Slaap ik trouwens ook weer in hetzelfde hotel, maar wel in een andere kamer. Als dat we normaal ook slapen. Dus daar ben ik heel benieuwd naar. Ik heb de honeymoon suite geboekt. Bestond dat daar? Ja, omdat we op honeymoon zijn, toch? Oh ja, dat moesten nog jullie iets vertellen, inderdaad. Ik ga even terug naar vorige week. Gaan we de ruien in, weer? Nee, dat geen zin in. Ik vond het wel leuk, maar die stank was echt maar één keer. Ik wil misschien naar het chocolademuseum. Oh, dat is wel leuk. Dat is misschien wel leuk. Daar zijn we nog nooit geweest. En voor de rest gaan we vanavond eten bij hetgene waar we altijd gaan eten. Ik moet alleen nog even nadenken waar we dadelijk gaan eten, want ik heb dadelijk wel zin in iets. Dadelijk? Hoe weet je dat je dadelijk zin hebt? Ik heb nog helemaal niet gegeten vandaag, gek. Ja, dat doe je zelf, hè? Maar ik zat wel te denken van waarom vinden wij Antwerpen nou zo leuk? Maar wat is het? Maar ik denk omdat het gewoon België is en dan maar een uurtje reizen. Het is lekker dichtbij. Lekker is dichtbij. Niet druk. En je hebt toch het idee dat je in het buitenland bent? Niet te groot. En de sfeer is gewoon gezellig. Ja. Je gaat een handje, meid. Je zegt. Ik wil graag dat er delen in de trein zijn waar je gewoon niet mag kraken en eten. Dat zou me echt lekker lijken. Ja, drinken is prima, dat hoor je toch niet. Heb je oordopjes alweer in? Ja, ze zijn in, maar ik raak iemand met een vuilniszak geloof ik. We hebben even zitten zoeken naar dingen om te eten, maar we gaan op maandag en dinsdag sowieso. En woensdag zijn we er ook heel even, maar de meeste dingen gaan pas op woensdag open. Dus we hadden eigenlijk even woensdag donderdag moeten gaan ofzo, of dinsdag woensdag donderdag. Waarom gaan we eigenlijk op maandag dinsdag? Omdat het lekker rustig is. Ja, dat is wel waar, ja. En hebben we toch al die andere dingen die wel open zijn. Zoals? Hum. Dat is wel echt, het is wel intens. Dus iets wat ik ook vind met in het openbaar chips eten. Vind ik gewoon echt heel azo. Vond je er nou van dat we 9 euro moesten betalen voor een... dinges, centraal? Het is intens, wel, is voor 2 uurtjes. Eén dag. Zo, 9 euro. Maar nu hebben we 5,50. 5 euro? 5,50 volgens mij. 5,50. Nou ja, het is al goedkoper, maar alsnog vind ik het wel overdreven hoor. Voor als je hier al boekt. Ja, maar dit is wel echt een lokker als in je eigen. Ja. Het is niet echt zo'n kamer waar je dingen... Nee, dat is wel zo. ...ingooit. Zullen we wat gaan eten? Ja, graag. Wat wil je eten? Moeten we die steppen hebben of is het dichtbij? Het is wel redelijk dichtbij hoor. Nou, dit. Dan kunnen we wel lopen. Ja, zullen we lopen? Ja. Net gegeten, Guylaine niet. Ik vond eten best wel lekker eigenlijk, maar Guylaine die had geen aandoen. Ik heb een hekel aan verkoren dingen, ik vind dat zo goor. Ja, het was gewoon prima brood. Maar ik vond het ook gewoon niet zo lekker uitzien. Het was echt lekker hoor. Ja, vond je het ja, lekker? Ja, het was echt heel lekker. Ja. Maar goed, we gaan dus inchecken. Alleen Guylaine durfde nog niet gelijk, want het is pas vanaf 3 uur, dus nog 4 minuutjes gehad. Kijk eens heel nauw op, hè. Daar gaat het me niet om. Jij wil het ten eerste niet mee. Nee, dat kan je zelf. Dus dan moet ik van jou, moet ik vroeger gaan dan staat aangegeven.
Ja. En dat werkt niet zo goed in mijn autistische brein. Nee, ik ben daar veel te netjes voor. Wij lopen gewoon door rood heen, hoor. Echt, dat doen we niet, hoor. Echt hoor? Nee. Alleen als ik gepusht word door jou. Nou, we zitten meteen naar bovenste verdieping. Ben benieuwd. Ja? Nou, ik wil nog even zeggen, jongens, het eten was prima, hoor. Het was niet te fijn. Oh, oké. Okay. 3,5 of zo. Echt? Ja, dat was op zich een prima broodje, hoor. Ik geloof het al niet. Het zag er niet geweldig uit. Nou, nee, de bacon en de topping en zo was lekker. Het broodje was alsof ik het van Albert Heijn had gehaald. Ah, oké. 11:01. Ik snapte het niet. Ja, nee, klopt. Je gaat de goede kant op, hoor. Je moet door de muur heen. Oh, wacht. Oh, sorry. Wat hier of zo? Dat doet ook helemaal niks, niet eens een piepje dat het niet goed is. Nou, dan moeten we weer naar beneden. Ik weet het in die rij gaan staan. Ik ga hier wel zitten, schat. Ik heb namelijk sleutel. Waarom dan? Ja, weet ik niet, dat werd niet gezegd, maar we hebben maar één sleuteltje. Zo, zo. Oh, wauw. Oh, wow. We hebben echt een uitzicht, joh. Wel, dat is wel vet, ja. Dit is wel heel anders dan waar we anders zaten. Ja, leuk wel, uitzicht. Ja? Cool. Ja, hè? Nou, net de douche. Het wc'tje. Echt centraal station kijken we gewoon op uit. En voor de rest een hele stad. Nou, dat is niet de stad trouwens. Dit is de andere kant van het station. De stad zit de andere kant juist op. Cool, hoor. Hier zie je echt het centraal station. Zo, dit is wel handig. Is die veel duurder dan die andere? Weet niet. Meestal als we in zo'n stad zijn, dan wil ik altijd gelijk helemaal de hort op, hè? Maar nu zijn we allebei dood. Ben je dood? Nee. Jij toch niet? Nee, maar ik dacht wel van, ja, het is eigenlijk wel chill toch? Even rustig acclimatiseren en dan vanavond even eten en dan morgen gewoon een leuke dag hebben. Maar jij wil wel steppen daarin of zo? Nee, we kunnen wel wandelen. Ik vind wandelen wel even lekker. Doe ik wel eventjes mijn koptelefoon en mijn hoed en mijn zonnebril. Mag ik even zeggen dat het wel echt net appartementje is? Het is mooi, hè? Lekker uitzicht. Ik zat ook te denken, voordat is zo je slaapkamer. Het is zo groot. Ik zou dit best als huis ook willen. Het is zo chill. Maar wel een beetje klein misschien. Nee, niet als huis. Helemaal volgepropt wordt het dan weer. Maar we hebben echt helemaal niks wat we morgen willen doen. Nee, hè? Dus ik zat trouwens te kijken naar die chocoladefabriek. Die was gewoon 20 euro per persoon. Ik vond wel een beetje prijzig. 20 euro per persoon? Ja. En wat krijg je daar dan voor? Een goodie bag? Nee, ik krijg je niks voor. Alleen de entree. Ik krijg helemaal niks. De entree. Ik krijg zelfs geen proeverijtje of zo. Dat weet ik eigenlijk niet. Daar heb ik niet naar gekeken. Je kon wel een workshop doen, maar dat was 60 euro. Ja, echt bizar. Maar sorry, wat heb je aan een chocolademuseum als je geen chocola kan eten? Ja, ik verwacht gewoon een bonbondoosje en dan gewoon een entree, toch? Want ik vind het op zich wel leuk om zoiets te zien, hè? Ja, vind ik ook wel leuk. Maar goed, meestal krijg je dan nog zo'n lekker proeverijtje. Nou, ik vind het zo bizar. Daar hadden we het van vandaag over. Dat Guylaine vond eerst alleen die Starbucks shit te drinken. En nu vindt ze dat niet meer lekker. En vindt ze gewoon een normale koffie zonder suiker lekker. Echt, binnen een jaar ben je gewoon helemaal 360 graden gedraaid. Dat vind ik zo bizar. Ik had zelfs nog gewoon van die ijskoffies uit de supermarkt. Van de dag van, die vind ik echt te sterk. Nu, als ik dat neem, dan is het net gewoon alsof je... Dat is niet sterk genoeg, vind je nu? Nee, ik vind nu niet lekker. Ik heb dan liever gewoon koffie zonder... Ja, wel cappuccino nog steeds, hoor. Hey, ik zit te denken, maar moet ik dan niet gewoon in het land van de bieren kijken of ik binnen een jaar bier kan leren drinken? Kijk, ik ga toch nooit veel alcohol drinken, maar ik ben wel benieuwd of maar het waarom smaak... waarom zou je dat willen? Ja, omdat ik benieuwd of je... Omdat mensen zeggen... Kan je niet wel gewoon rode wijn leren drinken? Oh, nee, dat vind ik wel lekker. Maar kijk, dat is het hele punt. Rode wijn drinkt er ook haast nooit. Ik vind het wel lekker, maar ik drink alcohol over het algemeen drink ik toch niet. Ja, maar schat, ik ben zo blij dat je geen alcohol drinkt. Ik ben gewoon benieuwd of het je lukt binnen een jaar of je een bruin biertje. Want dat vind ik wel echt het toppunt van als je dat lekker vindt. Gewoon echt zo'n donker bier. Nee, ik denk juist scheidsbier zoals Heineken. Nee, dat is echt niet... Pis. Ja, dat is echt pis. Maar ik ben benieuwd, want ja, je bent nu toch in het land van de bieren, toch? In België. Ja, ik denk dat je moet beginnen met een rosé biertje. Kunnen we proberen. Maar zo'n... En dat op een gegeven moment naar een triple moeten. Maar moeten we dan niet zo naar zo'n bieren? Een kloosterbier, dat is heel zwaar. Ja. Ik wil kijken of ik binnen een jaar lukt dat we over een jaar terugkomen of ik dan kloosterbier lekker vind. Gaan we dat doen? We gaan. Nee, jij gaat niets doen. Ja, ik krijg een beetje trek. En wat wil je dan doen? Ik heb uren niet gegeten. Uren? Wat was het frikandelbroodje dan?
Hoe laat was dat? 12 uur. En het is nu? Bijna 5 uur. Nou, vind ik dat ik nog wel even iets kan halen. Wat ga je halen? Ja, weet ik niet. Ik heb niet gekeken wat ze hadden. Jij hebt de sleutel? Ook. Kijk die autist weglopen dan. Wist je dat op je tenen lopen een signaal van autisme kan zijn? Echt? Ja. Ik had ook een relatie met iemand die zo doet. Dat is een signaal van autisme. Jeetje, we leren veel in deze video's, ja. Hè? Wil je elke dag het autisme... Nee, elke video het autisme weetje van de week. Autisme weekje van de week. Dus dat is deze week, is dat dit? Op je tenen lopen. Is het medisch onderbouwd? Het is ooit verteld inderdaad door iemand die daar kennis van had, een psycholoog. Ja. Gespecialiseerd op autisme. En die zei een signaal van vooral veel jongetjes, is dat ze op hun tenen lopen. Nooit gedaan. Bijzonder, hè? Ja. Vind ik ook bijzonder eigenlijk. Ik heb het zelf ook niet gedaan, hoor. Of dat alweer 3 jaar geleden is dat we hier voor het eerst liepen. Om daarheen te gaan. Naar Holm. Dat is 3 jaar geleden. Cool. Nog wat te vertellen erover? Ja, het is echt fantastisch. Ja? Ik ben een beetje voetcoma. Voetcoma, ja, dat is altijd veel, hè? Dat is echt heel veel. Ja. Maar ja, gewoon heel goed. Hummus, lekker zacht. Bakkanoush, lekker. Lekker. Ik vind het wel prijzig worden. Want het was nu echt wel prijzig gaan worden. Elk jaar dat we gaan, is er weer een paar euro opgegooid. Nou, elk jaar gaat er bijna 10 euro op, heb ik het idee. Ja, nu is er weer 8 euro opgegooid. Dan is het van 52 naar 60 gegaan. Qua met z'n tweeën eten vanavond is misschien niet heel veel. Voor 60. Maar het is ook niet weinig. Het is tijd om te gaan slapen. Love Island te kijken. Oké, tot morgen. Dus, goed. Gaat goed, meid? Jongen, jongens, hè. Zo, dit is ook trouwens een body. Het is de volgende ochtend. Ik wil even iets laten zien wat wel leuk is aan dit hotel. Kijk, je hebt hier dus zo'n systeem. Hier voor het licht kan je harder en zachter zetten. Of lichter en zachter. Nou, zoals je kan zien. Kijk, zo zit je hem zachter. Wat nog grappiger is deze knop. Kijk. Dan gaan we dus die dingen omhoog. En dan zien we het uitzicht. Het enige wat er wel is opgevallen is dat er rare vlekken in het bed zitten. Dat vind ik dan weer wat minder. En dat nee, die hebben we niet zelf gemaakt, maar die zien we wel nu ineens zitten. Kijk, als ik nu dit allemaal doe, ja. Dan de wenkbrauwen iets minder intens. Ja. En ik doe geen wimpers, dan is dat natuurlijk, toch? Ja. Nou, dat is wel grappig, want jij zegt wel eens vaker van, kijk, we lang leven de liefde en dan wil zo'n man het liefst aan natuurlijke vrouw. Ja. Dus doe al die make-up maar af en vind je het mooist. Maar ja, vaak vrouwen die echt, van zeggen natural beauty, ja. Die dragen ook nog allerlei dingen. Het is niet erg natuurlijk. Het is ook gewoon een manier van dat je jezelf wat verzorgder eruit kan laten zien. Ja, maar mannen hebben geen idee, joh. Nee. Net zoals extensions. Mannen zien dat vaak niet eens, joh. Die denken, oh, je hebt gewoon veel haar. Zijn ook extensions. Ik zie het, meid. Heb je trek in ontbijt? Ja. Ik ben benieuwd. Wat moet er minimaal liggen? Zeker bacon, maar dat hebben ze denk ik niet. Nee, dat zal wel weer... Ik denk dat het een bacon-free zone is hier. Een vegetarian zone. Ja, dat denk ik. Maar dan op zijn minst een hele goede croissant. Croissant? Of croissant. Croissant? Of croissant. Croissant? En dan jam. Jambon. Maar dan niet vlees, maar gewoon jam. Jam, ja. Confiture jambon, toch? Ja.
verbruik binnen 3 dagen. 60 minuten, 100 minuten. Oh, dat is nieuw. Ze hebben geen dagpas meer. Geldt er voor 3 dagen vanaf aankoop, 100 minuten. 0 ontgrendeling. Verkaart loopt zodat 100 minuten rittijd zijn verbruikt. Nou, doen we echt 100 minuten erop, denk je? 60 minuten dan? Nee, weet ik niet. Nee, ja, ik denk gewoon 100. Het is maar een tientje. Het is maar een tientje. Dus doen we dat? Of wil je gelijk voor 20 euro 240 minuten? Ja, dat gaan we nooit doen. Oh, dan ga je weer... Nee joh, doe gewoon 100. Bij mij werkt het gewoon, hoor, volgens mij. Oude steppert, waar gaan we heen? Weet ik niet. Ergens, toch? Oké. Gaat ze.